programma Agritech hoopt natuurlijk te bereiken, dat we met elkaar echt stappen zetten als het gaat bijvoorbeeld het toepassen van digitalisering van appjes, bijvoorbeeld in het autonoom maken van de kassen, dat je steeds minder de menselijke factor nodig hebt, hè. Er komt een schaarste aan arbeidskrachten. Als we ook onze technologie in de wereld willen verkopen waar mensen minder groene vingers hebben, dan moet het ook geautomatiseerd worden. Kortom, daar hebben we heel veel te winnen om met elkaar te kijken, wat moet er dan gedigitaliseerd worden, hoe doe je dat dan, wat voor programma's moet je daar uitwerken. En ja, dan hopen we dat met foutjes waar mensen een financiële tegemoetkoming krijgen, dat dat een extra stimulans is om met elkaar te kijken, hoe gaan we die innovatie, die digitalisering, verdere boost geven.